De Volvo V40 is een van de absolute verkooptoppers van dit moment. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want dankzij zijn schone dieselmotor komt hij in aanmerking voor 14% bijtelling. Er zijn niet zoveel auto's die hem dat nadoen. De grote vraag is nu alleen, moet je er dit jaar nog eentje kopen? Voor dat fiscale voordeel in aanmerking te komen, hebben de Zweden wel wat aan de krachtbron moeten sleutelen. Er bestond namelijk al een D2, maar die was niet schoon genoeg. Deze nieuwe versie is dat wel. Hij levert 120 pk en hoewel dat geen indrukwekkend getal is, is het gemak waarmee de krachtbron dat vermogen op de weg brengt, dat wel. Volvo heeft een aantal slimme veranderingen aan de motor doorgevoerd, waardoor de D2 geen diesel slurpt, maar nipt. Een turbo zorgt ervoor dat de krachtbron toch levendig reageert op het gaspedaal. De voordeligste D2 kost €25.995. En dat is voordelig, want een vergelijkbare Golf, een diesel dus, is er pas vanaf 27 mil. En die auto heeft dan geen 14, maar 20% bijtelling. Voor in de Volvo V40 vind je de bekende dunne middenconsole die we van de Zweedse autofabrikant gewend zijn. Het dashboard doet inmiddels verouderd aan, met een klein navigatiescherm dat een beetje aan een oude televisie doet denken. Voor in de Volvo zit je op zich goed. De stoelen zitten fijn en ze zijn goed verstelbaar. Maar zoals je kunt zien houdt de ruimte voor lange mensen zoals ik niet over. En dan maakt het niet eens uit of je hebt gekozen voor zo'n optioneel panoramadak. Een ander nadeel vind ik deze priegelige knopjes op de middenconsole. Je moet goed opletten waar je op drukt en dat betekent dat je dus even niet op de weg kunt letten. Achterin instappen is lastig, omdat je nadrukkelijk over de wielkuip van de V40 heen moet stappen. En als je dan eenmaal zit, past dat in mijn geval maar net. De kofferruimte is ronduit klein. Volvo's staan bekend als veilige auto's. En ook de V40 is leverbaar met een trits aan veiligheidssystemen, waaronder City Safety. Er zit een radar in de Volvo waarmee die in de gaten houdt of er objecten op je pad komen die jij zelf misschien niet eens in de smiezen hebt. Is dat het geval? Dan kan de auto zelfstandig remmen tot een snelheid van 50 km per uur. Toen de huidige V40 in 2012 werd geïntroduceerd, was het vooral zijn voetgangersairbag waar de monden van open vielen. Mocht je iemand aanrijden, dan komt de motorkap razendsnel omhoog om de klap op te vangen. Bovendien ploft er aan de buitenkant van de Volvo een airbag tevoorschijn, waar de onfortuinlijke voetganger op terecht komt. De V40 heeft een fijn onderstel. Hij stuurt mooi precies en het bochtgedrag is heerlijk. Maar we zijn niet zo complimenteus over het veercomfort, want hij is ronduit hard geveerd. Het grootste minpunt van de V40 is het feit dat je de auto zo slecht kunt overzien. In de dode hoek over je schouder gaat met gemak een complete fietser schuil. Schrijnend voor een fabrikant die veiligheid zo hoog in het vaandel heeft staan. Mag jij binnenkort een auto van de zaak uitkiezen, dan heeft de Volvo V40 een stel sterke troeven in handen. Hij heeft een luxe uitstraling en een uitgebreide veiligheidsuitrusting. En dan is er natuurlijk nog die fijne D2 dieselmotor, die tot het einde van 2015 in aanmerking komt voor 14% bijtelling. Zoek je echter een ruime en comfortabele auto, dan kun je beter nog even verder kijken.